Welkom bij het verkeersjournaal van donderdag 23 mei. We beginnen vandaag met een bericht uit Den Haag. Op de Loosduinse Kade in Den Haag wordt sinds deze week hard gewerkt aan de riolering. Vanaf volgende week zullen ook de tramsporen vervangen worden. Het deel waar de tramsporen vernieuwd worden, zal toegankelijk blijven voor het verkeer. En voor het vervangen van de riolering wordt de weg opengebroken. Het eerste stuk waar de nieuwe tramsporen komen, ligt tussen de Medemblikstraat en de Soestijkse Kade. De weg is versmouwd naar één rijstrook. Verkeer kan dus doorrijden, maar moet wel rekening houden met vertraging. Verderop is de Loosduinse Kade wel afgesloten. in verband met de rioleringswerkzaamheden. En daar geldt een omleiding. Het vernieuwen van de tramsporen zal tot half juni gaan duren. In Poeldijk wordt ook aan de riolering gewerkt. Een deel van de Dr. Weitjenslaan en de Sutoriusstraat is vanaf vandaag afgesloten voor het verkeer. En verkeer kan in beide richtingen omrijden: via de Verburglaan, de Jan-Barendse Laan, de Irenestraat en de Margrietlaan. De rioleringswerkzaamheden zullen nog tot begin juni gaan duren. En dan als laatste een bericht uit Maasdijk in Midden-Delfland. Vanaf volgende week worden daar op de Nolweg herstelwerkzaamheden verricht aan het asfalt en het viaduct van de A20. De weg is afgesloten voor het verkeer. En verkeer kan in beide richtingen omrijden via de Oude Kampsweg en de Koldenhovenlaan. De werkzaamheden zullen nog tot en met de eerste week van juni gaan duren. En dit was het voor vandaag. Kijkt u ook eens op onze website. U kunt de uitzendingen terugzien en de informatie nalezen. En dat adres is omroepwest.nl. Heel graag tot morgen. Dag.